dacht, misschien kent u de koning of kent u iemand in de buurt van de koning? Nee, ik heb niks met het koningshuis. Ik ga nu even verder poepen hoor. Niets is onmogelijk, wordt er altijd gezegd. En om te bewijzen dat dit ongelofelijke cliché waar is, ga ik in deze video onze koning, Prins Pils, hoogstpersoonlijk feliciteren met zijn verjaardag. Dat doe ik door letterlijk random telefoonnummers uit het telefoonboek te bellen. Goeiedag, ik spreek met Kelvin Boerma. Sorry? Ik heb eigenlijk geen tijd voor deze flauwekul. Goedemiddag. Hoe bedoelt u, meneer? Ik dacht, ik bel eventjes, want dan kan ik het even uitleggen. Waar gaat het over dan? En als het niet lukt, heb ik nog wat hulplijntjes, maar dat zie je later in deze video. De koning? Geen bekende naam hier in Blaricum. Vraag heb ik nog nooit gehoord. Willem-Alexander? Dan heb je een verkeerd nummer. Ik weet ook dat u niet Willem-Alexander bent. Misschien heeft u contactgegevens bij het Koningshuis of zo. Want ik wil hem even feliciteren voor zijn verjaardag, want hij is natuurlijk bijna jarig. Ja, en wie jarig is, krijgt cadeautjes. Maar wat geef je nou de koning van je land? Nou, aangezien ik ongekend creatief ben, heb ik iets geniaals bedacht dat onze koning moet kunnen waarderen, namelijk... Een oranje lied! Kijk, want stel nou dat ik de koning te pakken krijg, dan moet ik hem natuurlijk feliciteren met een liedje wat hij elke verjaardag door zijn speakers kan pompen. Dat liedje moet gemaakt worden en dat doe ik samen met Simon. Simon, ook wel Blanks genoemd, is een van de grootste muzikale talenten die ik ken. Samen met Simon maak ik een oranje tune, die beter is dan Viva Hollandia, Het Wilhelmus en Hazes bij elkaar. En ondanks we hier best wel lekker bezig zijn, begon ons avontuur eigenlijk 2 weken eerder. Proost. Nee, nee. Het idee was namelijk om een melodie van een bestaand liedje te gebruiken, namelijk deze. Ja, een Duitse hit die in Nederland niemand kent, genaamd Auf uns. Ik vond het gewoon een harde tune. Ik dacht, let's go, zoek maar gewoon op als je benieuwd bent hoe die gaat. Zo'n bestaande melodie gebruiken, dat gebeurt best wel vaak. Kijk, Viva Hollandia is bijvoorbeeld gewoon gebaseerd op een Duits liedje genaamd Viva Colonia. En Wij houden van Oranje van André Hazes is ook gebaseerd op een buitenlands liedje. Zelfs Het Wilhelmus is gebaseerd op een bestaande compositie. Ja, toen ik hier achter kwam, dacht ik echt, boy, oh, my life is a lie. Maar hey, boeien. Boeien? Ik vond Auf uns gewoon een vet nummer, dus besloot om mijn eigen tekst op te maken. En dat klonk zo. Het is weer zo'n dag dat we allemaal één zijn. En dat iedereen kijkt. Gelukkig hebben we autotune. Iedereen kijkt. Oké, het liedje begon aardig vorm te krijgen. En het enige wat ik nu nog hoefde te doen, is contact op te zoeken met de originele makers van het Duitse liedje. En een deal met ze te sluiten. Over de rechten. Ik ga namelijk niet zomaar iemands liedje nakken. Oké, dat moet ik officieel vragen aan de maker van de originele tune. Die tune wordt namelijk beschermd door auteursrecht. Nou ja, wat dat precies inhoudt, dat hoor je zo. Eerst terug naar mijn onmogelijke missie. Kan ik je niet meer helpen? Zeker weten? Nee, zeker. Ik ken hem helemaal niet. U kent de koning niet? Ik ken hem ook niet. Forget it. Totaal geen, dus... Nee? Goed, auteursrecht. Hoe zit dat nou precies? Als iemand iets creëert, bijvoorbeeld een filmpje, plaatje, schilderij of een muziekie, dan is diegene de eigenaar hiervan. Een voorbeeld. Ik heb met Simon even snel dit liedje in elkaar gezet. Stel nou jij denkt, wajo, goeie tune. Dan mag je niet zomaar je eigen versie hiervan maken. We eten snoep en anijs met Timon, yeah. Ja, dat mag dus niet. Dat mag alleen als je samen met ons afspraken maakt over hoe je het wil gebruiken en of je er geld mee wil verdienen. Want ja, hey, het is dan wel lekker als wij er ook een beetje aan verdienen, snap je? Dat hele proces, dat noem je clearen. En dat moet ik dus ook fixen bij ons liedje Proost. Iedereen kijkt. Ons liedje was inmiddels af en stuurde ik het op naar die Duitse knakker. Nu was het wachten. Wachten op toestemming. Weet je wie ook zit te wachten? De koning. Op een telefoontje van mij. Bedoelt u Willem-Alexander? Ja, ik bedoel Willem-Alexander. Daar heb ik het nummer niet van, helaas. Ik spreek je door, momentje. Oké. Okay. Daar spreek je mee. Is uw naam Willem-Alexander? Weet je wel eigenlijk, maar ik ben wel verraden. Ben je serieus of zo heel? Ik dacht, misschien kent u, heeft u contacten daar? Ja, die heb ik zeker. Oh. Holy shit, what the f... Dit had ik niet verwacht, gek. Misschien lukt het me dan toch om de koning te pakken te krijgen. Oh my god, ik heb reactie van het Duitse muzieklabel. Dit is het moment waarop ik erachter ga komen of we onze eigen versie van Auf uns mogen uitbrengen. Ik opende mijn e-mail en ik zag het meteen staan. Het mag. Niet. Oké, dat was misschien niet exact het mailtje, maar daar kwam het wel op neer. Ik voelde me verslagen. Een verliezer. Maar een wijs man zei ooit de woorden... If life hits you in the face, search dan even een andere manier om het alsnog legaal te fixen, papi. Dus twijfelde ik geen moment en dook weer de studio in met Simon om het volgende te fixen. Simon, ik snap het even niet meer. We moeten eigenlijk helemaal vanaf het begin beginnen qua melodie en zo. Maar de tekst dan? Die kunnen we houden. Mogen we de tekst houden? Ja, we hebben de tekst, hebben we zelf bedacht. Die is natuurlijk een legendarische tekst. Kak, ik dacht wel dat we er nog iets van konden bewaren. Nee, ja, het is wel echt... Ja, nee. Ik laat jou gewoon maar een soort van beetje gang gaan en dan ga ik op de achtergrond wel zeggen of ik het ermee eens ben cool, of niet. Cool, niet cool. Ja, dat lijkt me een topplan. Dat
werkt vaak het best. Ik zal me er vooral niet te veel mee bemoeien. En daar gingen we. Door met onze missie. Om het beste Oranjelied ever te maken. Die ik hoogstpersoonlijk aan de koning ga sturen zodra ik hem te pakken heb gekregen. Prins Pils, watch out. Ja, die heb ik zeker. Oh, dat zou fantastisch zijn. Nee, dat is fantastisch. Ja. Hoezo, wat dan? Nou, het zit als volgt. Kijk. Ja, en... nou, bij mij kom je niet verder in ieder geval. Dus u zei toch net dat u de koning kende? Ja, en wat wil je daarmee verder? Nou, ik graag de contactgegevens of iemand in de buurt. Ik snap dat je het graag wil. Ik wil graag 10 miljoen op de rekening. Nee, dat heb ik niet. Als ik jouw vraag, krijg je dat dan? Nee, als ik het had, had u het gekregen. Je bent een leuke jongen. Dank je wel. Nee, ik wens je een fijne dag. Meneer, kunt u me echt even niet helpen? Ik ben al uren bezig. Nee, ja luister. Niet vervelend worden. Wat een mooie vent. Ik ga bellen naar het nummer van de Rijksvoorlichtingsdienst. RVD Trails, goedemiddag. Zo moet dat schriftelijk aangevraagd worden. Ik geef ons mailadres. Ja, maar dat duurt alweer lang. Ik denk dat we hier een eindje moeten maken. Nou, ik zit hier al een tijdje. Ik loop iedereen te bellen, maar of ze nemen me niet serieus, of ze hebben geen tijd voor me. Er zit gewoon geen schot in de zaak op deze manier. Dus, de volgende strategie is, ik heb hier iemand met mijn telefoon staan. Die heet letterlijk Van Oranje. Die is letterlijk van die. Ik heb er al lang niet meer gesproken, dus ik ben een beetje nerveus. Ik ben niet vaak nerveus. Dat is jammer. Mijn grootste kans om in de buurt van de koning te komen nam niet op. Holy shit. Een paar uur later, toen ik al gestopt was met filmen, belde Laurentien van Oranje me plotseling terug. Let's go! Ja, sorry jongens, het gesprek had ik niet echt laten horen, want het was nogal privé. Maar waar het op neerkomt is dat Laurentien officieel heeft toegezegd dat ze mijn verzoek gaat indienen bij het Koninklijk Huis. Let's go, papi! Oh my god. Ik was serieus een stap dichter bij de koning. En als mij dit lukt, moet ik natuurlijk wel een knaller van een Oranjelied laten horen. Proost op elk moment van ons. Aight, oké. Okay. Ik vind het echt nice. Proost op elk moment van ons. Als hij dit hoort, dat zou echt zo pet zijn. Dan trekt hij er even eentje open, denk ik. Maar het is echt een springer geworden nou. Ja, nu kun je zeg maar dit doen. Ja. Ik kan natuurlijk niet met een half cadeau aankomen zetten bij onze koning Willem. Dus besloot ik om er ook nog even een videoclip bij te maken. Ja jongens, dat kan gewoon. Doen we gewoon even erbij, joh. Ja, ze is kutmaat van. Maar voel dit verschil? Nee, zo kan je niet zijn. Kom maar. Nee. Ze moeten niet zeiken, vind ik. Maar ja, dat is het hele leven, jongen. Een klootzak, geef eens even richting aan de week waar je naartoe moet. Een straatje uit en dan wil jij een straatje in. Geef niet links en niet rechts, niks. Dus dan moet je dat maar weten. Wat zeg je als iemand vraagt hoe maakt u het? Dat zeg ik niet, want dan maak jij het ook. Ja. Iets vragen? Ja. Vraag dan. Mag ik jouw haarlijnen zien? Ja, maar. Hier zit hij. Moet kijken. Ja, die is hartstikke diep. Ik ga wel die kant op, hoor, denk ik. Jij bent al verder dan ik, man. Hé, hou op, hè. Ik heb daar een ding voor, hè. En dat is dit. Subroca. Dat is een vodka. Iedere avond voor je slaap gaat. Meerdere vind. Heb je hier ook een zetpil variant van? Nou, dat gaat helemaal goed, ja. Ja, je kan hem gewoon op zijn kop in je reet zetten. Nou, als hij dan halverwege is, moet je hem eruit trekken. Hé, en jouw kinderen staan gewoon daar. Oh, verdomd. Inmiddels was alles af. Het liedje. Proost op elk moment van ons. De clip. Proost op dat de zon. Het enige wat nog mist is de telefonische afspraak met de koning. Maar na 2 weken wachten kreeg ik eindelijk officieel reactie van het Koningshuis op mijn verzoek. Geachte heer Boerma, graag wil ik u hartelijk bedanken voor uw e-mail aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien, waarin u uw sympathieke verzoek bij haar onder de aandacht brengt. Het is bijzonder attent dat u zijne majesteit de koning op unieke wijze wilt feliciteren met zijn verjaardag door uw geschreven liedje en de videoclip persoonlijk aan hem te overhandigen. Het spijt me dan ook u te moeten laten weten dat de koning helaas niet in de gelegenheid is om uw verzoek te aanvaarden. Het is niet gelukt. Maar je weet het. Een wijs man zei ooit: if life hits you in the face, search dan even een andere manier om het alsnog legaal te fixen, papi. Kijk, stiekem heb ik het idee dat de koning het verzoek helemaal nooit gezien heeft, maar dat iemand anders gewoon heeft besloten dat het niet belangrijk genoeg is. En ja, ik snap ook wel dat andere zaken belangrijker zijn, maar kom op jongens, 5 minuten!
Maar niet getreurd. Er is nog één mogelijkheid en dan heb ik toch jullie hulp nodig. Want... we moeten dus even laten zien met z'n allen dat we bestaan. Dus wil ik jullie vragen om naar de Instagram-pagina van het Koninklijk Huis te gaan en allemaal dit op hun laatste post te reageren. Please, kom nou even 5 minuutjes bellen met Calvijn. Samen kunnen we het misschien voor elkaar krijgen. En aangezien het Koninklijk Huis gemiddeld 40 reacties per post krijgt, gaat dit ze wel opvallen. Dus ga naar de Instagram van @koninklijkhuis en reageer dit. Please do it. Anders was al het werk voor niks. Zo simpel is het. Dankjewel. Wil je trouwens de videoclip zien? Klik dan vooral hier. Oh ja, en Amalia, Alexia of Ariane, als jullie dit zien, zeg vanavond tijdens het avondeten even tegen je pa dat hij dit moet doen, oké? Dankjewel. Proost!